En tot slot de weersverwachting, die duurt tot morgen 12 juli. Aan het begin van de avond komen er nog enkele lokale buien voor, voornamelijk in het oosten en noordoosten van het land. Naarmate de avond vordert, neemt de bewolking toe met kans op enkele lokale buien langs de kustlijn en centraal Suriname. Aan het eind van de avond en reeds gedurende de vroege morgenuren ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgen, gedurende de ochtenduren, zal het lokaal bewolkt zijn, reeds met enkele regenbuien in het kustgebied. Tijdens de middaguren en de vooravond zullen er plaatselijke lichte tot matige buien zijn die soms gepaard gaan met onweer en of windstoten. Mogelijk zal er kans zijn op enkele kortstondige zware onweersbuien, voornamelijk in het noordwesten van het land. De meteorologische dienst waarschuwt dat morgen 12 juli gedurende de dag lokaal perioden met enkele matige tot soms kortstondig zware onweersbuien voorkomen die eventueel gepaard gaan met windstoten.